De politieke partij DA91 is een van de eerste partijen die zich kritisch heeft uitgelaten toen bekend werd dat de jongere broer van vicepresident Ronnie Brunswijk in deze Leo Brunswijk benoemd is tot directeur van de EBS. Aan de voorzitter van DA91, Angelique del Castillo, vroegen wij waarom zij zoveel kritiek hebben op de benoeming van Leo Brunswijk. We hebben veel eerder, al bij het aantreden van deze regering, steeds gewezen dat het benoemingsbeleid van deze regering aan alle kanten ruimte biedt voor kritiek. Onder andere het benoemen van familieleden in een heleboel functies. Toch? En vaak is er in de rapportagesfeer, moet de familie aan de familie rapporteren wat nepotisme is. Toch? Het is niet gezond voor een samenleving. Bovendien is het ook zo dat er geen competitie is. Er worden geen advertenties geplaatst voor functies die als publieke functies moeten gelden waarop geadverteerd moet worden. Maar mensen worden gewoon geplaatst. En ja, de cv's die zijn geheim. Maar bij de kwestie van meneer Leo Brunswijk speelt iets anders daarbovenop eigenlijk. Waar wij vooral op dit moment de aandacht aan hebben besteed. En dat is dat Leo Brunswijk reeds president-commissaris was bij de EBS. Er was toen al heel wat stof opgewaaid en er is een onderzoek geweest door Ernst & Young in 2022, dacht ik, is het rapport uitgekomen. En daarin zijn een drietal zaken genoemd, waarbij bij het onderzoek is komen vast te staan dat volgens datgene, de informatie die er beschikbaar was aan de onderzoekers, de heer Leo Brunswijk de hoofdrol zou hebben gespeeld in drietal zaken die niet conform good governance, dus goed bestuur, corporate governance, dus bedrijfsbestuurlijke handelingen. Waarbij onder andere een kwestie is waar het gaat om een schoonmaakbedrijf, dacht ik, Velka, als ik me niet vergis, die meer dan 5 miljoen van de Surinaamse staat zou hebben ontvangen, onterecht, maar op instructie van de heer Leo Brunswijk en waar hij ook samen met een andere heer bij betrokken zou zijn. Daarnaast is er ook een kwestie van kabels die waren aangekocht, waarbij de lengte die nodig was plotseling verdubbeld werd. Het gaat ook om een bedrag van $50,000. En dan is er nog een derde case waar het ook gaat om aankoop van kabelwerk. Maar al deze zaken zou meneer Brunswijk de opdracht hebben gegeven voorbijgaan aan de correcte procedures en regels. En roept het dus vermoedens op van fraude. En er is een onderzoek ingezet dus. En er is nog geen uitspraak gekomen vanuit de justitiële autoriteiten als Ernst & Young dat correct gezien heeft of niet. En in die hoedanigheid, wanneer je uitgaat van het bestuur, van integriteit in bestuur, dat de bestuurders op deze hoge functies die benoemd worden, een voorbeeld naar de samenleving moeten zijn, dan kan je onmogelijk als regering goedkeuring hechten om dezezelfde meneer Leo Brunswijk hangende nog een onderzoek, er is nog geen uitspraak, tot de hoogste instantie in het bedrijf te maken. Gaat u maar naar als er nog informatie uit het bedrijf nodig is om het onderzoek af te ronden. Dan kan er makkelijk de indruk ontstaan dat meneer Leo Brunswijk die informatie beïnvloedt in zijn voordeel. En dat mag nooit het idee zijn. Dus vandaar dat is één reden zelf die ik maar noem, dat het onacceptabel voor ons is dat een regering die zegt dat ze gaan voor het bestuur, het imago van Suriname positief willen hebben, grote investeerders hier willen krijgen, dat ze gaan afstappen van dat nepotisme, want dat is ons al duizenden keren beloofd, dat die regering in feite met lak hebben aan dus de instituten, want de rechtspraak is bezig, het onderzoek, gewoon meneer Leo Brunswijk benoemd tot directeur van EBS. Dat is voor ons onacceptabel. En we vinden dat, weet je, mensen moeten niet zo behept zijn op macht. Het heeft niets te maken met dat we meneer Brunswijk het niet gunnen. Als hij de beste in Suriname is, waarom niet? Maar niet nu. Laat eerst die uitspraak komen. Toch? Waarom zou je jezelf blootstellen aan vermoedens, verdacht gevoelens dat men niet weet als men met een eerlijk of oneerlijk persoon te maken heeft? Hoe is het met het gezag in je eigen, in het bedrijf? Met het respect? Hoe ga je daar zaken aanpakken als men nog steeds in twijfel is over als je nou eerlijk bent of niet? En die hele samenleving, toch? En ook internationaal. Want we doen alsof we in een isolatie wonen, niemand ons ziet. Maar iedereen kan alles volgen in de wereld. Dus wanneer Financial Action Task Force aan deze regering zegt, corruptie en drugsbestrijding is je grootste opdracht, dan zou je verwachten dat de regering echt op haar tellen past bij alles wat ze nu doet. Maar met deze handeling
Eigenlijk geeft president Santokki ons aan dat hij lak heeft van alles. En ook aan de publieke opinie. Want de publieke opinie heeft zich al eerder, nog voor de benoeming een feit was, uitgelaten hierover. En het was duidelijk dat men het geen goed idee vond. Toch gaat de regering ermee door. Dus ze hebben gewoon lak aan iedereen. En dat betekent dat wij als fatsoenlijke politieke partij geen belief meer kunnen hebben. Niet in de president, dat hij in staat is om eerlijke, rechtvaardige, goede besluiten te nemen. Toch? Het lijkt eerder alsof er een kwestie is van chantagepolitiek onderling. Toch? En in feite een soort koehandel. Ik neem dit voor mij en jij neemt dat voor jou. En ja, ze gaan schreeuwen 2 weken, maar we gaan ons er niet aan storen. We gaan rustig door met wat we willen. En aan het eind, wanneer de burger weer naar de verkiezing gaat, wordt de volgende regering, die hopelijk nog uit deze regering voortkomt, nog uit de vorige, laten we een compleet nieuwe regering hebben. Maar die regering wordt opgezadeld met dit soort problemen. Toch? Bovenop alles wat er al ligt. En dat is heel kwaadaardig. En vandaar dat wij zeggen van, wij kunnen geen belief meer hebben in de besluitvorming van president Santokki. Dat in het belang is van ons als samenleving. Dat hij in staat is tot eerlijk, rechtvaardig en goede besluitvorming. En dat hij oprecht is over goed bestuur. Mevrouw Del Castillo, wij hebben met een VHP-topper, tevens parlementariër, gesproken. En die geeft aan dat wanneer er binnen zo'n coalitie met verschillende partijen wordt gewerkt, er dan men er niet onderuit kan komen, want op basis van consensus worden bepaalde benoemingen toch doorgevoerd. Vandaar dat de president in feite hierin bijna machteloos is, zegt hij. Wat zegt u hierop? Nou, met het laatste beginnen. Het is treurig wanneer de parlementariër en de VHP-topper zelf ons vertelt dat de president dus geen macht nog gezag heeft. Wat doet de president dan nog daar? Want de president heeft een opdracht vanuit de grondwet om te waken over de belangen van deze samenleving. En ja, er kan sprake zijn van consensus, maar er is een regeerakkoord gesloten. In dat regeerakkoord zijn bepaalde zaken vastgelegd waarvoor deze regering gezamenlijk zou gaan. Die kunnen dan nu niet onderhandelbaar worden. Bovendien zouden we moeten hebben geleerd dat principes van goed bestuur zijn niet onderhandelbaar. Je kan niet een beetje corrupt zijn en een beetje goed. Je bent het of je bent het niet. En wanneer de president, en dat zeg ik ook, wanneer de president niet geen gezag meer heeft, dan moet hij zeggen, hier eindigt het. Het volk verdient beter en ik ben niet in staat dat te doen. Dan moeten ze snel die kiesregeling voor ons in orde maken en verkiezingen uitschrijven. Maar als de president dit soort dingen laat doorgaan, zijn er geen excuses voor, want dan is hij deel geworden van de vernietiging. Hij leidt de vernietiging. De president heeft specifieke bevoegdheden in onze grondwet. Er zijn geen 4 presidenten, er is 1 president. En hij heeft die bevoegdheden en die verantwoordelijkheden. En het moment dat hij daar geen invulling meer aan kan geven en het landsbelang eronder leidt, want dat is het. Kijk, wanneer je consensus hebt over iets en nog steeds is het landsbelang gediend met de uitkomst ervan, dan zo ben je toch. Als partij heb je programma, je gaat aan tafel zitten en je doet een beetje water in je wijn hier. Ja, we gaan iets meer minder hier doen, maar meer daar doen. Dat is niet erg. Maar wanneer het gaat om personen benoemen in functies die tot gevolg hebben als die samenleving nog gaat groeien, versterken of verzwakken en in de afgrond gaat, dan heb je grote verantwoordelijkheid. En dan kan je niet verschuilen achter dat er consensus. Dat is geen consensus in landsbelang. En als je daartoe niet meer in staat bent, dan moet je opstappen. Toch, want dan ben je niet meer wat deze samenleving nodig heeft. Anders ben je onderdeel van het kwaad. En dan moet je niet versteld staan wanneer mensen je daarop afrekenen. Want jij bent de eerste en laatste persoon waar het begint. Niet zomaar zeggen Amerikaanse presidenten, de buck stops here, op het bureau van de president. Al wat je partners hebben besproken. Jij moet met gezag kunnen gaan en zeggen, kijkt u, dit gaan we nu niet doen op basis van deze standaarden die voor iedereen gelden. En dat is precies het probleem wat die president heeft. Dat zegt die parlementariër niet. Die president is chantabel geworden. Omdat ook hij de standaarden van goed bestuur overboord gooit wanneer het hem goed uitkomt. En ja, dan is het hek van de dam. En een ABAP-topper die vult eraan, mevrouw Del Castillo, met wie wij hebben gesproken. Hij zegt, zij kijken niet zozeer naar dat aspect van friends and family. Voor hun is deskundigheid belangrijk. Ik ben het helemaal met ze eens. Deskundigheid is 100% belangrijk. Maar friends and family is ook belangrijk, toch? Want het heeft te maken met gelijke kansen voor iedereen. En wanneer je daar gaat zitten als regering en meent dat alle posities in het beleid nou je eigendom zijn om met jouw mensen in te vullen,
hoe je elkaar kan chanteren van ik neem die als jij dat neemt. Dat is het niet. Het is geen verkaveling van de functies. Toch? Het heeft te maken met het zodanig invullen dat alles nog goed gecontroleerd kan worden en betrouwbare controles plaatsvinden. Wanneer jij en je zoon samen een bedrijf hebben, toch? Of jij bent directeur op het ministerie en je zoon is onderdirecteur en hij moet aan jou rapporteren. Wanneer hij een fout maakt, wat ga je doen? Je gaat hem aan de eettafel zeggen van hé, look nou, ik doe aan sansano boom, corrigeer en snel met de tramanushi. Dat is wat gaat gebeuren. Terwijl die andere ambtenaar die fout maakt, die krijgt een brief geschreven van we hebben geconstateerd dit, u wordt geschorst of u wordt op non-actief gesteld. Maar die zoon ga je elke keer beschermen. En als mensen hem aanvallen, ga je zeggen ze liegen. Toch? Zoals ik ook een abopper hoor zeggen dat hij niet bewust is van een onderzoek naar Leo Brunswijk. Terwijl Leo Brunswijk bij zijn benoeming zelf zegt dat hij het OM roept om zijn naam te zuiveren. Het kan niet gekker worden. Toch? En dat zijn de gevolgen van nepotisme. Wanneer je mensen... Want men doet alsof, ik hoorde ook een parlementariër zeggen, ja, we mogen mensen niet discrimineren. Niemand wordt gediscrimineerd. Toch? Het heeft te maken met, als je een bepaalde positie hebt, dan zijn er bepaalde offers. Je weet soms wanneer grote bedrijven wedstrijden uitschrijven, dan staat er in kleine letters onderaan, familieleden van de mensen in de jury mogen niet meedoen. Waarom is dat? Zodat men overtuigd is en verzekerd is van een eerlijke beoordeling. Dat er nooit het idee ontstaat van een wantrouwen van Nodesit Nesrevi. Toch? Zo gaat dat. En dat is ook met nepotisme. Er moet zorgen dat de mensen, natuurlijk, deskundigheid maakt geen end aan nepotisme. Toch? De deskundigheid blijkt uit de competitie. Daarom wanneer er functies zijn waarvoor de beste gekozen moet worden, ik zeg het altijd, directeur, staatsolie, direct, al die parasitale bedrijven, laten we een advertentie plaatsen in de krant en oproepen. En deze meneer mag ook solliciteren, als hij niet in een directe lijn staat tot de mensen aan wie hij moet rapporteren. Mag hij ook zo. En als hij de beste is, so be it, dan is hij daar. Net al niet te min, als hij in een directe lijn staat door de persoon aan wie hij moet rapporteren, kan hij niet zo. Dat is het offer dat die families brengen. Ze hebben al zoveel voordeel, toch? Dat ze in die hoge, dat hun familie in die hoge functies, ze hebben inzicht op, ze gaan op reis naar allerlei plaatsen. Ze hebben toegang tot allerlei plaatsen waar u en ik niet komen, toch? Dat zijn hun voordelen. Maar de offers zijn er ook. Je kan niet alles krijgen, toch?